Welkom, het is tijd voor de laatste e-battle uit Pool B. Frenkie heeft zich geplaatst voor de winnaarspool. En vandaag gaan we zien of Norbert of David Neres zich gaat plaatsen en voegen bij Frenkie. Ze hebben al een keer tegen elkaar gespeeld, de eerste wedstrijd uit deze pool. Toen won Norbert met 4-1. Maar David is nu warm, heeft ook nog een potje gespeeld tegen Daly. Dat was een hele spannende wedstrijd, zagen we vorige week. En David won toen in de laatste minuten. Er kan nu weer van alles gebeuren. Daly is er nog bij, als co-commentator, dus we gaan het zien. Norbert, andere tactiek, iets anders. Je hebt nu die wedstrijd gezien van Daly tegen Neres. Hij begon een beetje op stoom te komen de tweede helft, sowieso die hele wedstrijd. Ja, dan werd hij beter, hè? Ja. Nou, ik denk dat ik weer hetzelfde ga spelen. David, what are your chances, you think? I don't know. You don't know? But you feel better because of the match against Daly, right? Yeah. Okay. So, you're confident. Daly? Yes. Wat verwacht jij? Je hebt tegen beide gespeeld. Ja, ik denk toch wel David. David? Ja. Oké, okay. Interessante uitspraak. Ja. Oké, we gaan het zien. Nou, dan zien we bij Norbert toch weer die twee spitsen. Ja, wel wat anders hoor. Valse spits. Klein van erachter. Spelen. Ja, precies. Ja, het is wel, het ziet wel aanvallend uit, ja. Even kijken voor de eerste helft. Even kijken voor de eerste helft. Oh, oh, oh. Ja, kan ik het ook nog aanpassen, toch? Ja, dat is waar. Gaan we? Wie voegt zich bij Frenkie? David, you ready? Of course. Always. Always. Norbert in het uiten nu. David nu met de opbouw. Daly, die wedstrijd tussen jou en David was wel het spannendst. Ja, toch? Ja. Ik vind wel dat de finale ook wel een beetje spannend moet worden. Dus Norbert, 4-1 doen we niet voor hoor, vandaag. Ja, David ook goed in deze, dus. Met risico uitverdedigen. Oeh, oh. Oh. Toch weer dat schieten, hè? Corner. Ik denk oprecht, als David beter zou kunnen schieten. Dan had hij er toch al wel wat meer gescoord. Norbert met ruimte, zoals hij het graag heeft, hè? Ja, gaat hij. Ah, klasse verdedigd, hoor. Weubertje. Toch wel de kans. Dat was de eerste echte kans voor jou, ja. Komt-ie, Neres. Oké. Okay. Hey, hij zit er toch echt wat scherper in hoor. Ai, ai. Oeh. Ah, nee. Oei, 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 oei. It wasn't in. Vertekenen even. Dat was alweer een kans. Ja, een balletje op de lat kan je wel een kansje noemen, hè? Verdedigend zit hij er echt wat beter op.
Gewoon de focus allemaal. Deli, jij bent ook gefocust, hè? Ja. Gaat niet meer zo makkelijk, hè, Norbert? Nee, Norbert is wat lastig, hoor. Ja, dat is waar. Kijk, weer klasse verdedigd, hoor. David, you got some defending skills. David is in FIFA beter in verdedigen dan in aanvallen. Dat is toch opmerkelijk. Huntelaar is in FIFA niet zo balvast, wist je dat? Echt irritant. Oh. Is dat zo? Oh. Ja, zeker. Ja, dat is Ja! Oh, nice one, David. Hoe is Norbert, dat? Je moet dat. Ja, Norbert. Ik zei nice het toch. One. Ja. Meme. Lekker David. David? Fuck up, bro. Ja, dan ga je toch eens gelijk krijgen, Daily. Nou, put everything on defense. No. I don't. I like to play. Met David ook echt. Norbert? Ja, Norbert heeft paniek. Ja, echt. Nee, niks aan de hand, jongens. Net ook lachen als een boer met kiespijn. Laat toch wat zijn, jongens. Nu ruimte aan de andere kant. Gaan we toch maar weer terug naar het oude systeem, hè? Rust, ja. Geen vertrouwen in dit systeem. Geen vertrouwen meer in dit systeem. Even kijken, de eerste helft zei je nog. Ja. Nou, we hebben gekeken. David, you don't want to change anything? Ja. Van de Beek. Schöne van de Beek. Ja, tired. He's tired. Oké, tweede helft. 1-0 voor David. We gaan het zien. 45 minuten, Norbert, om het om te keren. Ja, dat is wel nodig. Meteen volle bak de aanval. Norbert, ik vind je echt wat slordiger. Bijna 2-0. Ja, Norbert heeft paniek. Ja, het loopt niet zo goed. David! Nou, dat is toch weer een kansie. Oh, jongens. Ja, dat zul je zien. Win je in de pool met 4-1. Denk je al met één been in de finale of in de winnaarspool te zitten, dan loopt het toch anders. Ja. Ja, dat is wel leuk te spelen, hoor. Ja, dat gaat. Hey! Scheidsie. Niks aan de hand. Paasje.
Nee, ik zie hem niet op scherp. Oh. Nee, toch. Hij wil er niet echt in, hè? Nee. Gaat hij, David, op snelheid. Ah, even balbezit spelen is ook belangrijk, hè. Dit kan gevaarlijk worden. Oh, nice. Net aan. Zit alweer in de 69ste minuut. 20 minuutjes. Ik denk dat Norbert voor penalties gaat. Oh, nice one, David. Ja. Denk je ingrijp? Hey. Ah! You know how to move the rolly? Come on. Donnie. Staat die Dolberg tegenover Onana? Oh, hij pakt hem! Denk je alles gezien te hebben? Ja, hij mist hem. Oh, Norbert, hoe zit het met het vertrouwen nu? Ja. Ben je aangetast? Dat is nu niet goed, hè? Lekker, David. Hey. Kom op. Nu is er iets geknakt. Wat een verrassing. Ik had het niet verwacht. En jij riep het wel, Nelly, maar jij verwachtte dit niet echt. Nee, ik ook niet. Nee. Hey, wat is dit dan? Komt er nog een kansje ook? Nee! Nog 10 minuutjes. Kom aan, David. En David heeft gewoon stiekem gewoon even die eerste pot verloren. En toen nip van jou gewonnen in de laatste minuut. Zodat Norbert hem vol zou onderschatten gewoon. Ja. Kan nog, Norbert. Nee, slechte bal. 5 minuten. Nou, dat was nu krap, hè? Ja, het moet nu gaan gebeuren. Neemt even de tijd. Oh jee. Is nog ruimte. Corner. Is nog een corner. Dit. Het kan nog. En even kort ook gewoon. Ja, gewoon. Niet bang. Oh jongens. En dan staat er niemand. En dan staat er niemand. Wie was dat nou dan weer? Geen idee. Was jij het weer? Krijgen we nog één kansje te zien? Ik zou hem gewoon wegperen, maar... En dat was hem! We've got a winner! Oh. Wie had dit gedacht? Ja, waar. Ja. Congratulations, David. Congrats, bro. Norbert, waar ging het mis? Het zat er niet in vandaag. Waar ging het mis? Ja, geen idee. Toch die verwachting, hè? Ja, dan zou het dan toch die druk zijn, hè? Toch die druk. Ja. Ja, hij gaat neer eens naar de winnaarspool. Tot zover. Hey, ja. I score. Ja, yeah, you score with yourself. Ja, dat is nog het mooiste van allemaal misschien wel. En ja, verder als we even naar de statistieken kijken. Ja, ook meeste balbezit en alles. Dus ik denk het terecht de winnaar ook. Ja, een verrassende finale kunnen we wel zeggen. Volgende week zijn we er weer met de nieuwe Ziggo e-battle. Tot dan.